Het Venlose Gemeentearchief verzamelt, beheert en behoudt informatie die bestuurlijk of historisch van waarde is. Honderdduizenden stukken vormen zo het geheugen van Venlo en haar stadsdelen. Het oudste stuk is uit 1272. Het jongste kan van gisteren of vandaag zijn. De gegevens staan voor iedereen ter beschikking. Veel mensen, jong en oud, vinden dagelijks hun weg naar het Venlose Gemeentearchief, dat gratis toegankelijk is. Medewerkers staan voor u klaar om u te helpen bij uw stamboom of ander historisch onderzoek. Eenmaal op weg geholpen, kunt u verder zelfstandig aan de slag. Op microfiches kunnen bezoekers de regionale kranten inzien. Zoekt u naar uw geboorteadvertentie, historie van uw vereniging of andere zaken die in het dagblad hebben gestaan, dan is het mogelijk om tegen een vergoeding daarvan een afdruk te maken. In de leeszaal kunt u de computer raadplegen waarmee u historische informatie opzoekt uit de diverse collecties van het gemeentearchief. Wilt u nog eens een sfeer proeven van toen via oude filmbeelden? Of wilt u mooie foto's of prenten van de stad en haar omgeving bekijken? Dan kan dat bij het Venlose Gemeentearchief. Een groepsrondleiding door het gemeentearchief als eerste kennismaking is meer dan de moeite waard. Jong en oud krijgen zo de kans eens achter de schermen te kijken van een modern stadsarchief. Ontdek zelf welke geweldige mogelijkheden het Venlose Gemeentearchief te bieden heeft. Bezoek voor meer informatie onze website of kom gerust eens langs.